Wij zijn experienced, er ook goed betaald. Wij doen mee voor het geld voornamelijk, denk ik. En ook voor een beetje, ja, bekendheid gekregen in België eigenlijk, want België is ons altijd al wat in de steek gelaten. Ja, normaal gezien treden wij bijna wekelijks op. En niet alleen in binnenland, ook in het buitenland. We hadden hier in België de internationale rugrally rond de BOB. Dan hebben we de finale gespeeld in Maleisië. Maar we waren spijtig genoeg gedisqualificeerd. Daar was de Nationaal TV heeft iets meer regels als hier. En dan onze bassist kon het niet laten om tijdens het interview zijn broek af te steken. Dat was doorslaggevend. Dat was doorslaggevend. Mama, jullie mochten meekomen te gaan doen. Welcome to Belgium's Got Talent, boys. What's the name of the act? Experienced. Experienced? Yeah. Are you experienced? Well, we put a question mark on the end of it, so you can decide. Okay, you've got 2 minutes to rock the place. Good Thank luck. You. De vraag is alleen, zal onze jury ook deze metal weten te pruimen? Dat is smaak, hè? Houden hiervan of houden hier niet van? Well, if you're a man and you have testicles, you like that sort of music. Why do you want to come on this show? Why don't you want to just go and do a tour and make an album? We want to take every opportunity we can to get as big as we can, and also we need the money. So let's do some voting and put the guys out of their misery. Rob. Een ja. Goed. Ik vind dat ik echt wel getuigd van heel veel lef hebben dat je dat durft doen op zo'n show. Dus alleen al daarvoor ja. So, you got two yeses. The only thing that I would like to say to qualify my answer, get yourself a look. This is a television show. This is show business. Come back. Yes. Thank you. Ik weet ook, of je het misschien niet, maar de rest van de jury is niet bestand tegen mensen die te zeggen met jouw vriend. Ja, ik had het wel aan Ja, inderdaad. Ik heb nu door de koptelefoon zo geroepen van, Arnold, verdomme, die is toch wel de spannendste!